Hey Ronald, een nieuwe aflevering van EU Droompiloten. Wist je dat je met je drone perfect gestabiliseerde beelden kan maken? Handheld. Dus stel je bent een vlogger, je hebt geen mooie camera of niet, je vindt dat die niet mooi genoeg is, is deze video helemaal geweldig. Want zelfs als je bij je vliegplek bent met het onderwerp, kun je in een no-fly zone prachtige beelden maken met je drone vanuit de hand. De, zeggen ze allemaal, je hebt geen audio. Ik heb daar een idee en een oplossing voor. Blijf gewoon kijken. Ik ga dit proberen in een one take en ik koppel misschien wel wat editing erachteraan. Dit systeem geeft mij de mogelijkheid om te laten zien wat ik bedacht heb. Ik ben natuurlijk in mijn eentje. Ik ga even de. En als je in je eentje bent, moet je een oplossing vinden om jezelf te filmen vanuit je drone. Dus ik heb een platformpje gemaakt, niet zo'n geweldige kwaliteit, even snel spontaan bedacht. Dus de camera die kijkt naar mij. De camera kijkt naar mij. Ik heb alles aanstaan, zoals je ziet. Ik ben in een no-fly zone. Maar ik zou wel kunnen filmen. Ik kan hem in mijn hand houden en ik kan filmen wat ik wil. Dat laat ik zien. Ik ga hem aanzetten. Ik ben nu aan het filmen. Wil ik audio erbij hebben? En daar zijn jullie allemaal slim genoeg voor. Dan heb je alleen maar iets nodig wat audio opneemt. Ik heb hier een voorbeeldje. En ik zet hem aan. Als het goed is. Ja, hij loopt. Elke recorder die audio opneemt, kun je gebruiken. En het enige wat je hoeft te doen als beide aan het opnemen zijn, een piek maken, een spike noemen ze dat, in je audio. Ik gebruik hiervoor twee blokjes van de kleinkinderen, maar je kan er alles voor gebruiken. Als het maar een hoge, korte, harde frequentie is. Dus in beeld laten zien. Die spike hebben we nodig om het allemaal bij elkaar te zetten. En dat laat ik zien in Premiere Pro. En dan snap je natuurlijk wel dat het in deze video niet gaat om de mooie beelden, want die weten we allemaal wel te schieten. Het gaat om het systeem. Je hebt een mooie camera. Je hebt een gestabiliseerde, dure gimbal eronder hangen. Je kan ermee opnemen, zelfs in een no-fly zone, handheld, mooie beelden. En dit achter mij is de oplossing. Je kan een videootje erbij doen met geluid, dus opnemen. Iemand neemt hetzelfde op. Ik hoop dat je me begrijpt. Let op wat er gebeurt. Ik ga het proberen in deze one take. Even kijken. Ga naar de zijkant. Je snapt dat hier heb ik dus de audio en het videomateriaal zonder geluid van de drone in Premiere Pro bij elkaar gebracht. Zie je die piek hier, die ik met die blokjes, ik ben één blokje kwijt, heb gedaan. Die piek, daar draait het om. Je zet ze allebei aan, je gaat recorden. Maar voordat je alles uitzet, begin je, of maakt niet uit wanneer, maak die piek die je daar ziet, die spike. En als dat klaar is, zet je pas alles uit. Dan ben je de baas over de synchronisatie van je audio met je beelden van je drone. Ik hoop dat ik het in het klein kan laten zien. Hier zie je mij. We moeten naar dat plekje natuurlijk. We gaan naar dat plekje waar ik precies die klap geef. Maar hij moet, kijk. Dat is al. Dus dit is het frame. Onderop hebben we dus deze
Kijken of we die groter gaan maken. Zie je die piek? Die zet je dan nu op de cursor. Ik moet even goed kijken hoor, dus ik sta een beetje lastig voor. Ah, je snapt wel wat ik bedoel. Als het goed is, ja. Hallo. Elke recorder die audio opneemt kun je gebruiken. En het enige wat je hoeft te doen als beide aan het opnemen zijn, een piek maken, een spike noemen ze dat, in je audio. Ik gebruik hiervoor twee blokjes van de kleinkinderen, maar je kan er alles voor gebruiken. Als het maar een hoge, korte, harde frequentie is. Dus in beeld laten zien. Die spike hebben we nodig om het allemaal bij elkaar te zetten. En dat laat ik zien in Premiere Pro. Audio on. Ik denk dat we hebben iets laten zien wat heel interessant is voor ons dronepiloten. Het is een beetje knullig allemaal, die spontane filmpjes van mij. Maar je snapt het allemaal wel. De audio was niet goed, maar je hebt precies gehoord wat ik bedoel. Nou, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer, misschien morgen. Abonneer op mijn kanaal en fijn weekend.